Joe Missen. Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life Hipfire Mob. Hier natuurlijk op Modern Warfare 3. In deze serie moet ik natuurlijk een mob halen terwijl wij alles killen zonder in te zoomen. Dus we mogen onze hele L1 die hier zit, niet aanraken. Dus ik hoop natuurlijk dat het gaat lukken. Ik hoop natuurlijk dat wij de mob kunnen gaan droppen. Als jij deze serie leuk vindt, rammen natuurlijk sowieso kaart op de like. Voor de mensen die niet weten wat de mob is. Want deze vraag kreeg ik laatst, want die mensen hebben geen MW3 gespeeld. Mob is een 24 gun streak. Zonder dood te gaan. En het is moeilijk. Het is redelijk moeilijk. Dus we spelen op maar Phyllis, Team Defender. Want inhoud maak je één kill, komt de vlag in de map te liggen. En dan moet je die vlag oppakken eigenlijk. Maar dat doen wij nooit. Want we gewoon het potje willen rekken natuurlijk. Dus wij pakken nooit de vlag op. Teammates daarentegen, die hebben nog wel eens de baat erbij om die vlag wel op te pakken. En ik mag ook gewoon killen met mijn knife. Ik mag ook gewoon killen met mijn granaat. Als ik maar niet kills maak terwijl ik ingezoomd ben. Oh kut, zit er één achter me, joh. Zit er hier ook nog één, zit er hier nog één. 3, 2, 1 en... Teammate heeft hem al, oké. Ik heb al moeite doen hier, hoor. Mijn teammate hem al. Thanks, man. Ah, ik wist dat hij ergens zou komen. Het potje loopt nog een beetje langzaam, zoals je ook wel ziet. Want de enemies, ze willen er wel op af. Alleen ze spelen heel rustig. Dus wat inhoudt dat wij ook iets rustig moeten gaan spelen. Alleen ik hou daar niet van. Ik gooi mijn Porto Barrero neer, maar hij doet het niet. Fucking Porto Barrero doet het niet. What the fuck? What the fuck? Ik gooi het ding toch niet voor niets neer, man. Oh, kut. Ze zitten daar fucking hard te campen. Oké, dan gaan we deze kant op. Yo, tot de volgende keer maar weer. Niet hier campen, niet hier campen. Want ik mag niet inzoomen. Oh, teammates schiet op me. Teammates, willen jullie dat niet doen, alsjeblieft? Oké, dat is een hipfire. Nog een hipfire, er zit er nog één. Oh, kut. Teammate, pak hem! Dank je! Dat is geen hipfire, maar mijn teammate heeft hem. Ik zoom er per ongeluk in, hè, zag je dat? Dat is een automatisme, man. Het gaat automatisch, omdat ik altijd inzoom. Maar je zit overal, man. Oh, dit potje gaat moeilijk worden. De enemies hebben de hele tijd de vlag vast. En mijn teammates, die doen niet veel. daar hou ik hem wel op. Mijn teammates doen niet veel. Ja, teammate, doe dat dan niet. Nu ben je dood, lul. Ik heb de kill wel, though. Ik heb natuurlijk hardline aangezet. Laatst in de vorige aflevering. Dus dat hebben we in ieder geval nu wel binnen. Misschien is het ook handig als ik twee classes maak. Eén class zonder de silencer, zoals deze. En één class met de silencer. Zodat ik natuurlijk ook nog een beetje stealth kan spelen. Want... ik schiet nu de hele tijd zonder silencer. En je ziet meteen dat elke enemy die het ziet op zijn minimap. Zich meteen, maar ook echt gewoon meteen omdraait. En dat willen wij niet hebben. Want we willen natuurlijk ook nog een beetje stealth spelen. Want als de enemy zich steeds omdraait als ik één kill maak. Dan staat er in één keer drie man voor me. En ik moet ook nog eens hipfire. En die lange afstanden ga ik dus niet kunnen knallen. Dus dat is een beetje aan de lastige kant. Hier zit hij weer te campen. Campertje. Dank jullie wel voor de double kill. Waar gaan ze nu spannen? Daar. De enemies hebben het die vlag, jongen. Daarom staan we nu ook achter. Wij hebben vergeleken met de enemies wel meer kills. En zij hebben de hele tijd de vlag. En als je de vlag hebt, krijg je dubbele punten. Dus daarom staan ze voor. En daarom staan wij nu achter. Maar dat maakt niet uit. Het gaat niet om winnen of verliezen. Het gaat om de mob droppen. Als je alles waard om draait. Scheid aan je scoren. Scheid aan of we winnen of verliezen. Als ik die mob maar haal. Ah, assist. Serieus. Gaan we het dan zo doen? Predator. Vraag me niet hoe ik die heb overleefd. Want die enemy zit naast me namelijk. Die enemy die de Predator bestuurde zit naast me. Daar dus. Ik zat hem op te zoeken, man. Hij zat ergens, ik wist alleen niet waar. Ik hoorde namelijk het computertje dichtgaan. Dit is zo kut, hè. Fuck off, dat is een hipfire. Ik ben heel langzaam aan het spelen hier, want die enemies zitten namelijk letterlijk aan allebei de kanten. Ah, teammate, doe dat nou niet, man. Dat was mijn kill. Dankjewel, dat is ook mijn kill. Zo. Ik moest hem even terug kill stealen, hoor. Is hier een gespand? Die gaat er sowieso aan. Yo. 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 We gaan hard. We gaan lekker. We gaan los. Ja, we doen dat allemaal. Kut span. Ja, we doen het allemaal. Ik ga omlopen, anders gaat het niet goed hier. Ik ga omlopen. We zitten op een hele hoge streak op dit moment. We hebben natuurlijk ook de specialist bonus. Zit hier te campen. Hij zit hier. Ja, daar loopt hij.
Ja, draai je lekker om, joh, Mongol. Stem me nog even lekker erbij, joh. Team, kan jij mijn rug checken? Oké, nevermind, er komt iets voor me. Oké, doe, dan ga ik deze kant weer op. Dat was geluk, jongen. Als die teammate in en die had gelopen, wist ik niet dat hij daar aankwam. Ik dacht eerst dat hij in mijn rug zat, namelijk. Dus teammate, dankjewel voor het... Oh, hoeveel streak staat er? Ik heb geen flauw idee. Hij was nog bijna dood ook, dus ik hoefde maar één kogel te raken. Maar ja, ik ben weer een Mongool en hij liep ingezoomd om af. Shit! Shit, shit, shit. Dat is nou echt, echt kut gewoon. Teammates zijn ook niet de slimste, jongen. Ik zit nu een beetje te kijken op mijn minimap. Oh, triple kill. Multikill zelfs. Holy shit, dat was een multi. Ik had 4 man, jongen. Ik had 4 mensen in één keer down. Nice. Spannen ze hier nog? Ja, dus. Fuck, die RPG komt tegen mijn kop aan. Recht tegen mijn kop aan, jongen. Check deze shit. Ik weet niet wat deze gozer aan het doen is, maar... Oh, ik redde erin, jongen. Anders had ik hem kunnen overleven als ik er niet in was gerend. Maar ja, dan kan ik ook niet verwachten dat hij opeens daar met een small staat. Zo heet dat ding. Oké, daar is dus een sentrykun. Die kant kunnen we ook niet meer op. Dan moeten we deze kant op. Dan moet ik helemaal omlopen. Team, een beetje schiet op de muur, dat weet je, hè? Nee? Oké, je schiet op de muur. Ik dacht, ik zeg het nog even. Shit, man, we killen zoveel man, jongen. Nee, niemand. Oké. Hier nog iemand? Nope, daar zit ze hier links van me. Told you. Ik zat ze te zoeken, man. Ik wist dat ze ergens daar moesten spawnen. Dus ik dacht, ik wacht gewoon. Ik kijk even heel langzaam op dat hoekje. Heel langzaam op dat hoekje. En bam, dan kunnen ze nog maar op één plek zitten. En dat was op de berg. Dat is gewoon logisch nadenken. Je weet dat ze hier ergens zitten. Dus loop gewoon heel langzaam erop af. En wat ze, waar ze nu zitten is hier. Let op. Dan loop je hier naartoe. Dan kunnen ze of hier spannen. Die zit niemand, dan spannen ze hier. Oh, dan spannen ze bij de fucking vlag. Serieus. Dat is echt kut. En waarom ze bij die vlag spannen is omdat mijn hele team daar is dood gegaan. Dus dan spannen ze automatisch op die vlag, wat echt gewoon kut is, want nu ben ik de lul namelijk. Hey, thanks teammate, goed gedaan, ik weet niet waar die vandaan kwam, maar kut, sorry, we zijn dood. Oké, er zit geen mob meer in, er is niet meer genoeg tijd namelijk voor. Wat we wel kunnen doen is even heel snel dat potje winnen. En dat doet mijn teammate ook, door heel snel die vlag te pakken en gewoon kills te pakken. Als we nu kills maken, krijgen we natuurlijk dubbele punten. Wat inhoudt dat we nu heel snel kunnen winnen. Maar als je dood gaat niet, dus ik loop hier even weg. En dan ga ik nog dood ook, fuck. Ik wil nu even snel dat potje winnen, man, want nu kan ik toch de mob niet meer droppen. En dan heb ik geen zin meer in zo'n game. Ik heb alleen zin in de game als ik nog een mob kan droppen, maar dat kan nu niet meer. Oh, die fucking sentrykun staat daar, dan gaan we omlopen. Yo, kill die gozer even dan, waar zit die? Yo, pak die vlag maar op. Got it! Ah, fuck, schiet die. Je ziet natuurlijk als je die vlag hebt, zie je gewoon zo'n kill-icoontje boven je staan. Dus ja, dan weet ze precies. Dan weet ze precies. Waar je zit. Maar we hadden wel weer een mooie streak. Helaas geen mol, maar we hadden... Ik ren even langs hem, hoor. Ah, komt die? Ga je nou serieus via de andere kant? Oh nee, daar is die. Oh, die hipfire is zo lekker, jongen, van dit ding. Oeh! Ik kan nog 4 kills maken ongeveer, nemen we gewonnen. Nog 3. Marty Dom, kutzooi. Nog 3. 2. Nog 1. En klaar. Ik heb ze alle 4 gemaakt, weet je, klaar. What the fuck, man. Awesome. Awesome, awesome, awesome. We hebben heel veel kills opgepakt. 42 kills in totaal, jongen. Holy shit. Dat is, ja, evenveel kills. Nou, dat is de dubbele kills van mijn team bij elkaar. Ongeveer. Nee, nog ineens. Dat is 1,5 keer zoveel als mijn teammates bij elkaar. Maar het was een lekker potje, jongens. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. De Road to Life Hipfire Moab. Als jullie nou hebben genoten... Ram natuurlijk zo'n kaart op de like-knop. Ik heb Flag Blokker als accolade gekregen. Most Flag Carrier Kills. Wow! Dus als jullie hebben genoten, ram die like-knop. En hoop ik jullie ook weer te gezien bij de volgende aflevering. Of bij een andere video. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye.